Ik was daar vandaag en zoals er van hem gehouden is, dat is echt zo ongelooflijk ontroerend. En een van zijn favoriete kroegen is natuurlijk, waar jij veel met Willy Bord hebt doorgebracht, Moeke Spijkstra. Hij wou dat van de week nog naar Moeke Spijkstra. Met de kinderen. Dat kon natuurlijk niet. Toen is het personeel van Moeke Spijkstra naar het huis van Willy Bord gekomen. Die hebben daar een tafeltje gedekt met het tafelkleed van Moeke Spijkstra. Met de damasten servetten van Moeke Spijkstra. Met het bestek van Moeke Spijkstra. En daar hebben ze zitten eten. Ai, ja. Dat is toch een Italiaanse scène. Maar ik had altijd, als ik naar hem toe ging... of als we gingen eten bij Moeke Spijkstra... dan zei ik altijd, ik drink hetzelfde als wat jij drinkt. Elke keer als jij iets bestelt, dan zet het ook maar bij mij neer. Maar hij dronk alles door elkaar, hè? Ja. En dan kon hij goed, hè? Dus ja, ik denk dat er meer... Meestal bier jenever. Ja, jenever. Dan wodkaatje ertussendoor. Ja. Dan daarna witte en rode wijn bij het eten. Dan. Ja, Irish koffie. En Irish koffietje op het eind. Meer Irish dan koffie, hè? Toch? En ja. Ik weet wel dat hij dan gewoon... zeg maar met Gesina gewoon de deur uitliep. En ik wist niet meer waar mijn auto stond. Ik was zo lang als een aap iedere keer. Dit is de laatste keer dat ik met hem heb zitten eten. Het is 3 weken geleden. Ja. Bij Moeke. En dat was, dat was de eerste enige keer dat hij in een rolstoel is gaan zitten. Omdat hij... Ja. Gesina zei, joh, ga in een rolstoel zitten. Want als je dadelijk uit de auto dat kleine stukje loopt... dan ben je al naar de kloten. Maar... Dus toen zat hij in een rolstoel daar. Nee, was op je bruiloft nog heel vitaal, hè? God, maar toen was hij nog goed, man. Ja, stond hij te schreeuwen. Het is hetzelfde 2 jaar, hè? Zo snel gegaan, man. Heb je nog een speech daar? Ja. Nou, weet je nog die speech op zijn verjaardag in Rotterdam? Toen leek het Fidel Castro wel. Ja, die is nooit meer gekregen. Een toespraak houden, maar hier nooit meer op. Nee. Die Marco, hij stond naast Marco. Die heeft een uur zo nu zitten kijken naar hem. Ja, was niet te stuiten. Qua levenslust leek hij ook een beetje op de andere... Dat was trouwens een gedenkwaardige avond. Want toen zat jouw vrouw naast mij. Ja? En die zei toen tegen mij... Johan, vind jij ook niet dat Wilfred een walgelijke muziek smaakt? Oh ja. Sindsdien heb ik een zwak. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen, ja. Maar levenskunstenaar, dat was hij eigenlijk een beetje net als Herman Brood. En daar had hij eigenlijk ook wel wat mee, met Herman Brood. Bijzonder. Herman, ben je hard of teder? Herman is teder. Onzeker of zelfverzekerd? Zeer onzeker. Kwetsbaar of gevoelloos? Uiterst kwetsbaar. Een lamzak of een doorzetter? In een lamzak. Een gek of een genie? Erg gek. Willebroek. Ja? Nu we toch zo lekker in deze houding zitten, wanneer mag ik mijn grote kneuter in jouw... witte bips poppen. Ja, maar het was ook een heel goed verslaggever. Iemand die iets durfde te ondernemen. Gerrit-Jan Heijn, net vrijgekomen. Ik begreep dat hij op dat moment in het buitenland zat toen hij dat hoorde. Dat hij... Je hebt het nu over Ferdy E. Ja. De moordenaar van... Ja. Ja, die was op proefverlof. En bij Willy Bord op de redactie werkte ook een oud-rechercheur. Misschien wel 2, geloof ik. En die gingen op onderzoek uit. Dat waren zijn verkenners als die iemand in een vuurlinie van vragen wilde treffen. Dus hij zat in Venetië en had plotseling gehoord via de rechercheur dat Ferdy E. uit de gevangenis was gekomen. Hij is als de sodemieter uit Venetië weggegaan. En heeft hem daar opgewacht bij winkelcentrum Amsterdam-Noord. En als je het zo ziet, dan denk je, oh, hoe durf je dat? En wat is de zin daarvan? Maar wie wilde Ferdy E. niet zien? Dat was toch de man die Gerrit-Jan Heijn had vermoord, de pink had afgesneden en ja... Het is een soort nieuwsgierigheid dat ik wel begrijp. Ik bedoel... En er zitten prachtige scènes in. Willy Bord stelde heel vaak eenvoudige vragen. Dus hij was daar Ferdy E. met zijn vrouw. Dus Willy Bord zegt... Ik heb het er vanmorgen nog met mijn eigen vrouw over gehad. Als ik zoiets had geflikt, ja, dan hoef je niet meer thuis te komen. U ziet dat anders. En dan zegt die vrouw... Die zegt dan... Het is een keuze tussen liefde en schaamte. Nou ja... Dat vind ik prachtig. Ja. Kijk, het is natuurlijk geen hogeschooljournalistiek in de zin van documentair of weet ik veel. Maar dit was wel Freekin op zijn best. Namelijk gewoon gaan. En er is heel veel lef voor nodig om ergens op af te stappen. Met die grote wapperende jas. En hij was ook. Die redactie hoefde ook maar te bellen naar een of andere gemeente waar iets mis was. Ik wil het eigenlijk even laten zien als je het ergens... Natuurlijk. Ik pak te veel zendtijd. Ga je gang. Dit is veel belangrijker. Ja. Heeft u er spijt van wat u gedaan heeft?
Maar uiteindelijk heeft u toch iemand vermoord. Ik heb 20 jaar gekregen aan TBS. Ja, maar de vraag is, heeft u spijt ervan dat u iemand vermoord heeft? En het antwoord is, ik heb 20 jaar aan TBS. Ik heb met mijn vrouw er ook over gehad. En die zei van, als jij zoiets zou doen, dan zou ik je nooit gewoon in zijn leven willen zien. Want ik wil niet met een moordenaar samenwonen. U wel, wat is voor u de reden geweest? Ik woon niet samen met een moordenaar. Oh ja. Mijn man heeft een moord gepleegd. Ja, maar u heeft het hem vergeven? Dat wat hij gedaan heeft, heb ik hem niet vergeven. Rare man. Rare man? Ja, als de ene rare man is, dan bent u het wel. Want u heeft iemand vermoord en ik niet. Ja, dus dat laat ik me niet door u zeggen. Maar ja, dat was toch spraakmakend in TV, hè? Rare man. Ja. Hij zou jezelf ook met trots hebben zitten kijken. Je hebt het boek al een tijd in je hand, Fons. Je wilt nog iets voorlezen. Nou, weet je, we hadden het net over Café Moeken Spijkstra. En dat zegt mensen misschien niks. Dus ik ga heel kort iets voorlezen uit dat boek. Café Moeken Spijkstra in Blaricum geniet spreekwoordelijke bekendheid vanwege de combinatie van prima gastronomie, ouderwets warmbloedig interieur, snelle bediening, Goois gekakel, door de weekse zuiplappen, tv-volk, corporate types en vrije tijdstenue. En bovenal de mythe van de donderdagavond. Spreekwoordelijke hunkerbunkeravond waar vrouwelijke eenzaamheid wordt opgeheven in de jacht op maatschap voor één nacht. En andersom natuurlijk. Je mag er ook gewoon een biertje drinken. Moeken is de huiskamer van Willy Boert. Hij heeft er een eigen tafeltje. Die vroeger toch eerder aan koningen en keizers werd gegund. En je komt er niet zomaar tussen. Wie aanschuift, wacht een audiëntie op zijn frequens. Heb ik je uitgenodigd of zo? Hoezo? Heb je toestemming om hier te gaan zitten? Moet dat? Oh, dat weet je niet. Nee? Mag ik zelf bepalen naast wie ik ga zitten? Het is zijn tweede natuur geworden om onbekenden met een botte tactiek van ondervraging te overrompelen. Tot het vaste instrumentarium behoren ook impertinente tussendoortjes. Maar je hebt nou wel seks? Ja, weet je, mishouden, dus. Als je hem niet kent, is het onuitstaanbaar. Als je hem beter kent ook, maar als je hem goed kent, dan weet je gewoon, dit is een spel. Ja. Spel. Overrompelen. Ja. Het was nooit normaal. Je hebt ook nooit een normale avond met hem beleefd, toch? Dat kan niet. Nee, maar... Ja, je weet het. Het is zo'n lieve man, joh. Ja. Je weet het, hè? Dat is een hele lieve man. Alles uitgehaald, toch? Ja. 80 jaar. En op de ochtend van hemelvaart. Ja, katholiek man. Ja. Heen gegaan, zeker. Ja. Hij zegt, ja, ik heb vaak over de hemel gehad. Hij hoopt dat er engelen zijn met grote borsten. Ja. En hij zal God keihard interviewen. Heeft hij gezegd. Nou, dank je, Fons.